Welkom bij alweer de zesde aflevering van PvdA Praat. Waar we eens in de maand op woensdagavond stilstaan bij een belangrijk onderwerp met inspirerende mensen van binnen de partij en buiten de partij. En vandaag gaan we het hebben over deeltijdsprinsesjes of voltijdsprinsen. En dat doen we met de geweldige gasten die u hier aan tafel ziet zitten. Dat is Songul Mutluer. Uh, Tweede Kamerlid namens de Partij van de Arbeid. Hedy Dancona. Feministe van uh, al heel lang geleden en feminist tot in de kist. Uh, voormalig uh, PvdA politica ook. Meerdere rollen heeft ze vervuld. Dat doen we met Elma Draaier. die is columniste voor de Volkskrant. En met Mikal Tsagai, die is raadslid namens de Partij van de Arbeid in Den Haag. Uh, alle drie uh, van alle, drie, alle vier van harte welkom. Um, ik wil het met jullie hebben over een clip uh, van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een campagne is er gaande om vrouwen meer aan het werk te krijgen. Om zo het arbeidstekort op te lossen. En de campagne luidt, wil je meer werken? Laat het merken. Hoi, ik ben Rosita Romijn de Vos. Ik ben 43 jaar. Ik werk als verpleegkundige in het Spaarne Gasthuis voor het Flexbureau. Ik uh, werkte vorig jaar 16 uur. Toen heb ik in een, uh, een jaargesprek met een lijnigevende gevraagd of ik meer wilde werken of ik daar voor open stond. Ik ben daarover na gaan denken. Ik heb een gesprek gehad met mijn man, we hebben het over gehad. Um, en als dat zou bevallen, zou ik nog meer kunnen gaan werken. En als dat wat minder zou bevallen, dat ik het niet goed met mijn thuissituatie kon uh, ja, combineren. Ik ben en thuis en ik ben op mijn werk. De voordelen voor mij zijn dat ik financieel onafhankelijk ben. En ik vind het hartstikke fijn om met mijn collega's te zijn. Mijn man vond het helemaal prima toen ik uh, uh, besloot om meer te gaan werken. Mijn man die werkt op de maandag en de dinsdag halve dagen, zodat we samen de balans kunnen houden. We gaan het hebben over het onderwerp wat in dit uh, filmpje wordt aangestipt. En thuis kunt u ook meepraten hierover. Uh, dat kan via de comments of via WhatsApp. We hebben een WhatsApp-line. Het nummer daarvan is 06 13 44. 4060. En twee keer in de uitzending zal uh, Rafael langskomen om de vragen die binnen zijn gekomen voor te leggen aan uh, de dames die hier aan tafel uh, zitten. Uh, ik begin met, uh, met jou, Songul. Uh, wat wat uh, was jouw eerste reactie toen jij uh, dit filmpje van het ministerie langs zag komen? Je dacht, nou, dit gaat het probleem oplossen. Nou, dat dacht ik niet gelijk, maar ik dacht wel... het is een, een goede poging om uh, meer vrouwen aan het werk te krijgen. Want um, ik ben zelf heel groot voorstander van, van de financiële onafhankelijkheid uh, van de vrouwen. En dat zeg ik even ook vanuit mijn eigen ervaring... Uh, hé, als je zelf uit een omgeving komt waar vrouwen onderdrukt waren of niet altijd de kansen hadden, ja, dan was werken voor mij en financieel onafhankelijk voor mij de ultieme vrijheid. Dus ik weet niet beter dan dat je uh, uh, werkt, uh, dat je daarmee dingen bereikt, dat je je eigen geld verdient. Um, en laten we eerlijk zijn, wij zijn wel een land, en dat is, dat is heel erg cultureel, hè, waar ontzettend veel in deeltijd uh, wordt uh, gewerkt. Waar de helft van bijna alle vrouwen niet financieel uh, onafhankelijk zijn. Nou, dat, dat zegt iets over uh, ja, onze cultuur. En ik vind het goed dat vrouwen uh, meer aan het werk gaan, dat hun werk loont en dat ze hogerop kunnen komen. En daar is, denk ik, nog een hele weg in te verzetten. Want de vraag is natuurlijk. Uh, moet je dit bij de vrouwen neerleggen? Dat is een filmpje wat gericht is op vrouwen. Uh, is dat dan ook meteen uh, de goede doelgroep om dit uh, op te richten? Als emancipatiewoordvoerder zeg ik altijd... Uh, we zitten in een nieuwe tijdperk en dat is de emancipatie van de man. Uh, en in mijn beleving moeten we ons veel meer richten op de man. Uh, en ook de vrouwen veel meer ruimte geven uh, om... Uh, uh, en uh, he, eigenlijk werk te doen wat loont... En, en de mogelijkheden uh, geven om hogerop te komen. Dus ook aan de top. Uh, en wat ik zeg, uh, ik vind dat we daar als Nederland uh, af en toe wel in falen. Af en toe, we falen daarin. En Hedy, jij strijdt al zo lang voor uh, gelijke rechten voor vrouwen. Uh, hoe kan het nou dat we nu nog steeds zo'n filmpje nodig hebben... dat we nog zo ver achterlopen? Nou, ik vind het ook een heel achterlijk filmpje, als ja, ik het mag zeggen. Ik bedoel, wie daardoor zich aangesproken voelt, weet ik niet, want het uh, onderkent het echte probleem niet. Um, inderdaad, um, ben ik nog steeds voor datgene wat wij in 68-70 um, als eis hadden: een eerlijke verdeling van het werk binnenshuis en buitenshuis. Um, voor iedereen. He, uh, maar zeker uh, ook voor mensen die met een partner samenwonen. En de huidige situatie is dat uh, meer dan 80% van de mannen fulltime werkt. En 20% van de vrouwen. En de rest van de vrouwen die werken, die werken. Uh, 80%, 90% zelfs in deeltijd. Nou, dat, is, dat heeft dus niks te maken met wat wij vonden en wat ik nog steeds vind. Um, het betaalde en onbetaalde werk moet zo eerlijk mogelijk worden verdeeld. En dat kan doordat iedereen in deeltijd werkt. Wat dan ook. Wij wilden de vijf werkdag voor iedereen. En dat um, vind ik nog steeds iets wat mogelijk is. Ik heb vanochtend nog in de Volkskrant een interessant stuk daarover gelezen. Een proef die ze gedaan hebben in het Verenigd Koninkrijk. Daar hebben ze een aantal bedrijven bereid gevonden uh, om. Um, om de mannen en de vrouwen in plaats van vijf, vier dagen te laten werken. moet ik wel zeggen dat daar dus dat deeltijdwerk uh, eigenlijk veel minder bestaat dan bij ons natuurlijk. Die vrouwen daar werken bijna allemaal voor. Maar goed, ze hebben voor iedereen het korter gemaakt. En het was niet te merken aan de productiviteit. wel aan een veel geringe ziekteverzuim. Dat was echt ontstuimig veel minder... met ja. die ene dag minder... en een eerlijke verdeling van het werk thuis... en het werk buiten huis. Kortom, een, um, een succes. Maar um, ik heb nog steeds de hoop... dat als inderdaad... Um, een beroep gedaan wordt op vrouwen... om meer te werken dan ze nu doen... als het grootste deel van de vrouwen... in de zorg en in het onderwijs... waar het grote tekort zit... die werken in deeltijd. Als die mensen... Twee uur meer zouden werken in de week, mm -hmm. dan zou dat hele probleem opgelost zijn. En waarom wordt het niet opgelost? Omdat de heren uh, dat niet op de politieke agenda zetten. Want dan zouden ze merken, wat ik ook we weet, dat als je twee uur meer werkt, wordt het hoegenaam wegbelast. Mm -hmm. Ja, nou, dat is. En de kinderopvang is nog steeds iets gratis. Het is een, wam, een warboel. De condities waarom je zelfs twee uur meer. En daarmee een groot maatschappelijk probleem. En ze willen het ook wel. Maar dan moet je de condities creëren. Nou, ja. ik vind het ook echt te gek voor woorden. Ja. Maar dat filmpje, dat Belacht. zegt niks over die huiselijke situatie. Ja. Het gaat mij, als die vrouwen twee uur meer gaan werken... dan moeten die mannen eigenlijk geleidelijk aan twee uur minder ja. werken. Ja. En dan moet dus ook de beloning uh, gelijker dan die nu is. Ja. Dat ja. is ook nog een bijkomend probleem. Ja. De indeling is een beetje dat we eerst kijken naar het probleem. en zo dadelijk komen we met de oplossingen. Maar echt heel fijn om nu al uh, wat uh, handvatten aangereikt te krijgen. voor hoe we hier uh, verder mee kunnen. Uh, Elma, mm -hmm. uh, he, uh, Hedy heeft het over het internationale perspectief. Uh, jij hebt uh, de term uh, verwende prinsesjes uh, bedacht. Uh, voor de Nederlandse situatie. Ja. Wat er in uh, Engeland gebeurt, is dat te vertalen naar de Nederlandse context, wat jou betreft. Nee, ik denk het niet. Omdat in Nederland wel iets bijzonders aan de hand is. Namelijk een echt een hele taaie moederschapscultuur. En uh, in mijn ogen is het altijd wat te makkelijk om alleen maar te wijzen naar structuren en naar mannen en naar. Dat maakt van vrouwen als je zo wijst naar. Les autres, zou ik maar zeggen, naar de andere. Dat maakt van vrouwen meteen slachtoffers hè, die er allemaal zelf niks aan kunnen doen. En ik ben daar niet zo'n fan van. En ik geloof ook dat het dus echt, wat, eigenlijk wat jij zei. enorm een cultureel probleem is. En het is een cultureel. Uh, zeg maar, die moederschapsideologie zit heel diep in de Nederlandse cultuur. En uh, ik ben dus niet zo heel erg verbaasd, eerlijk gezegd, dat er nog niet zo heel veel veranderd is sinds jaren zestig, want een cultuur met zoeken oude papieren die schaf je ook niet op een achternamiddag af. Dat zit allemaal heel diep in die hoofdjes en, en in piepkleine dingen waardoor we elkaar op de plaats houden en waardoor we. Wij zijn er volgens mij het enige land ter wereld dat het heeft over je kind dumpen als je het naar een kinderdagverblijf brengt. Ja. In heel veel andere landen. Is is het heel normaal om een kind naar een dagverblijf te brengen, helemaal niet raar. Ja. En bij ons hangt er toch altijd nog iets omheen. Ja, dat is niet. De moeders voelen zich schuldig. Ze vinden. Uit alle onderzoeken die er gedaan zijn hier, nou, er is natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. Ook uit de laatste emancipatiemonitor bleek dat weer. Dat vrouwen uh, zelf ook vinden. Ja, oké. Okay, het eerste jaar breng je eigenlijk je kind niet naar de crash. En dan hooguit drie dagen. Ik bedoel, het blijft iets. Professionele kinderopvang, formele kinderopvang. Zoals het in de beleidsstukken heeft... Blijft iets uh, ingewikkelds in Nederland. En dat zal heus een keer veranderen. En dan helpt het ook heus mee. als eindelijk die kinderopvang veel beter geregeld is. Dat zal allemaal meehelpen. Maar ik denk dat we nog een lange weg te gaan hebben, ja. Ja. Maar is het dan niet een beetje ingewikkeld? Hè? De ene uh, zegt ja, het ligt aan de, de mannen. Jij zegt het ligt aan de cultuur. Dan kunnen we misschien de tweede helft van deze uitzending maar uh, schrappen. Want oplossingen komen er dan niet. Als, het, als je het Natuurlijk ook bij wel. de cultuur neerlegt. Het helpt enorm om erover te praten. En, mm -hmm. en, en ik zie ook wel dingen veranderen. dat boek waarin je refereerde, Verwende Prinses verscheen in 2010. We zitten nu 13 jaar verder. En ik heb je ziet wel degelijk ook de cijfers verschuiven. Je ziet wel degelijk... ...dat in die jonge generaties uh, meisjes het veel belangrijker vinden... ...om economisch zelfstandig te zijn. Nou, dat was echt dertien jaar geleden nog anders. Dus er verschuiven wel degelijk dingen. Maar ik denk wel dat het langzaam gaat. Ja, ja, de, misschien is het ook de leeftijd dat ik wat minder ongeduldig ben. Want <laughs> ik denk, nou, dit zijn van die enorme lange processen. Ja. Dat, maar jij zegt ja, dat... Ik, ik vind vrouwen helemaal geen slachtoffer, hoor. Maar um, dat, ho, misschien klinkt dat te veel in mijn woorden, maar... Um, ik vind ze wel um, uh, 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 eigenlijk um, gehoorzamen aan iets wat van ze verwacht wordt. En wat ze alleen maar kunnen doen als ze niet fulltime werken. Dus, maar dat ze prinsesjes zouden zijn, dat helemaal niet. Uh, zelfs 87% van de libelle lezeressen Ik geloof nou niet dat dat de <laughs> meest progressieve, keiharde mm -hmm. feministen zijn... Mm -hmm. die, um, Zeiden in een interview dat ze vonden dat uh, mannen ook meer in part-time moesten werken, zodat het een beetje kon verschuiven. T kijk, uh, ook vrouwen in Nederland die afgestudeerd zijn en helemaal nog geen kinderen hebben. Die gaan, die gaan in part-time. Ja, dat dat ja, maar dat, dat heeft doen. dus niks dat met het dus moederschap te maken. Nee, maar dat heeft te maken met die hele cultuur dat, dat vrouwen. Het werkende leven nauwelijks serieus nemen. Dat is echt. En nu veralgemeniseer ik natuurlijk. Hè. Er zijn hele nou ja. uitzonderingen. Maar over, daarom was die provocerende titel ook zo bedoeld. Ze gedragen zich toch een beetje als. Uh, nou, er is altijd wel iemand die voor mij zorgt. En, uh, maar hey, ik, denk... ik ben daar zelf niet verantwoordelijk voor. Michael. In mijn ogen, hè? ja. Ik, denk als, uh, mille, ik ben net geen millennial, maar oké. Okay, in ieder geval, um, als onderdeel van de jonge generatie. Ik heb, uh, recent heeft mijn eerste vriendin pas haar, haar kindje gekregen. En die is inderdaad haar eerste kindje gekregen. Maar uh, die is inderdaad minder gaan werken. Maar al mijn andere vriendinnen, die dus nog geen kinderen hebben... die werken inderdaad uh, ook uh, vaak part-time. Maar hun partners ook steeds vaker. En ik denk dat in het algemeen deze generatie uh, millennials, uh, Gen Z, zoals ze dat noemen, meer vrijheid of meer um, waarde hecht aan de uh, life-work balance, zeg maar, zoals ze dat noemen. En dat ze liever vier uh, dagen in de week gaan werken dan vijf. Um, dus dat is denk ik één. En twee is: um, er is heel erg een moedercultuur in Nederland, zoals jij dat zegt. Maar ik denk ook dat het gaat. Mensen maken ook keuzes op basis van. Geld. Uh, en als je de keuze meer of minder gaan werken is, maak je ook als gezin een uh, afweging op basis van hoe ziet onze financiële situatie er dan uit. En in de praktijk komt het er heel vaak op neer dat als de vrouw meer gaat werken, uh, dat het geld wat ze daarmee bijverdient, eigenlijk rechtstreeks weer verdwijnt in extra kinderopvang, of misschien zelfs wel belasting. Ik um, denk dat dat ook echt een belangrijke factor is, die je niet. Uh, moet vergeten, want als het om werk gaat maken heel veel mensen gewoon ook ja heel hard een financiële financiële afweging. Ja, volgens mij is het ook en en. Kijk, het, ja. cultu cultuur is gewoon. Uh... Een gegeven. Ik begon zelf met mijn eigen verhaal. He, waar kom ik vandaan? Wat was de positie van vrouwen? Wat, waarom was werk zo belangrijk? Dus ja. Ik weet niet beter dan dat ik altijd fulltime heb gewerkt. En dat ik me er echt niks bij kan voorstellen om uh, iets minder te werken. Hoewel, als je ooit kinderen gaat krijgen, ja, zul je die keuze ook moeten maken. Dus het is best wel ingebakken in onze cultuur dat het heel normaal is dat je niet. Uh, uh, leeft om te werken, maar dat je werkt uh, om te leven. En dat financiële aspect vind ik, denk ik, een hele belangrijke. Um, vergeet vergeet niet, ook niet dat er, dat er soms ook mensen zijn. Uh, we hebben anderhalf miljoen onbenutte arbeidspotentiële. En waarom werken die niet? Dat zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus op het moment dat ze dat gaan doen, dan verliezen ze al hun uh, toeslagen, hun kortingen. Dus ergens hebben wij ook. Um, een systeem, ingericht, een systeem zodanig ingericht dat het ook niet aantrekkelijk wordt of uh, waardoor het niet lukt om een bepaalde cultuurverandering uh, teweeg te brengen. Want laten we eerlijk zijn, we hebben wel op dit moment te maken met een enorme arbeidstekort op alle terreinen. Ja, en bovendien, Want, ja, bovendien denk ik ook als ik dan kijk naar uh, mijn eigen uh, familie en, en mijn vader en zijn vriendin die twee kleine kinderen hebben, mijn halfzusjes. Uh, mijn vader en zijn vriendin werken allebei in onregelmatige uh, uh, banen. Dus zij is manager in de horeca, en mijn vader werkt op Schiphol. Als je allebei s'avonds moet werken, nou vind maar een kinderopvang. Uh, waar je dan iemand voor, waar je kinderen kwijt kunt voor een nachtdienst. En dat geldt niet alleen voor mensen die uh, in de horeca- of uh, toerisme sector werken. maar ook uh, de zorg, uh, retail. Het wordt allemaal steeds meer een 24-uurseconomie. Ook dat maakt het lastig. En dan kom je snel in een situatie waarvan een van de twee dan zegt: Nou, ik stop dan wel met werken. want dan kun jij je, on je onregelmatige baan. Uh, behouden um, en ik denk zeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt uh, dat dat gewoon best wel een grote rol speelt uh, voor mensen. Dus de kinderopvang is uh, hè, en best wel gewoon duur, maar ook eigenlijk niet helemaal toereikend uh, bij de economie die we in Nederland wel steeds meer hebben, de platformeconomie, de 24-uurs-economie. Platform 24 uh, en ik denk dat we dat ook zeker niet moeten vergeten. Maar um... Kijk, dan moeten we bedenken, um, daar moeten we iets voor bedenken. De, Nederland loopt dan achter, want in een heleboel andere landen is die 24-uurse economie er ook. Maar het gaat eigenlijk om dat, um, dat er zo weinig flexibilisering zit in hoe we het doen. Dus die vrouwen die vinden het gewoon om part-time te werken en de zorg, onbetaalde zorgtaken te doen. En die mannen, die, en de werkgevers van die mannen. Die vinden het wel handig als die mannen altijd beschikbaar zijn. En als een man begint over part-time. Nou, dat is dat zo onzinnig, want dat hoort eigenlijk niet. Mm -hmm. Dus dat, is, dat creëert een situatie. Waarin je wel kan zeggen: wij vinden dat vrouwen economisch onafhankelijk moeten zijn. Maar als er, er gescheiden wordt, en helaas gebeurt dat uh, heel veel. dan zijn die vrouwen helemaal niet economisch onafhankelijk. Want die hebben dan de zorg voor kinderen. En die hebben een baan of een baantje. en die verdienen daar niet genoeg geld mee om zich, um, om, om zich economisch onafhankelijk te voelen. En bedenk eens wat het... Ik ben een oud mens, maar wat het ook betekent voor de pensioenen van vrouwen die hun hele leven part-time werken. Ja. Dat creëert ook daarna een idiote situeren, een situatie. Het is... Het is oneerlijk delen en daar ben ik tegen. Ja. <laughs> We hebben het al uh, een he hele mooi ontrafeld uh, de hele situatie. Dat voor een deel is het geschiedenis, voor een gedeelte is het cultuur, uh, voor een gedeelte ligt het bij onze instituties die nog niet goed uh, ingericht zijn, voor een gedeelte ligt het bij mannen, voor een gedeelte ligt het bij vrouwen uh, en voor, bij bedrijven en ook bij de financiële prikkels. Uh, volgens mij zijn dat al hele fijne ingrediënten om zo dadelijk uh, verder over te spreken. Ik ook wel bijzonder om stil te staan wat nou bijzonder, wat, wat specifiek is aan Nederland. Ik was eigenlijk nooit een feminist, tot ik uit Amerika hier in Nederland terugkwam. En ik dacht, nou, dat is dan gewoon niet normaal. De situatie waarin wij zijn beland met elkaar. Dat we in Nederland hebben het over werkende moeders, maar we hebben het niet over werkende vaders. We hebben excuus-truus, maar geen excuus -schuus. Ik werd op het schoolplein aangesproken. Gewoon wat goed dat je kinderen en carrière kunt combineren. Terwijl in de Verenigde de Staten was dat de normaalste ja. zaak van de wereld. We hebben een papa dag. Uh, en nou, geen mama-dag. Mama dag. Nee, Papa maar dag. gelukkig ja. hebben wij ook Rafael. Ja. <laughs> Want we zitten hier natuurlijk wel heel lekker met allemaal ja. dames aan tafel ja. hierover te praten. Maar we hebben ook kijkers thuis die naar onze WhatsApp-lijn vragen hebben gestuurd. Uh, en we zijn heel erg benieuwd, Rafael, ja. wat er uitkomt. Nou, het ging al een beetje over, maar iemand, Gerard Amsterdam, vraagt zich af: hoe komt het dat er in vergelijking met andere landen in Nederland zoveel part-timers zijn? Want volgens Sander Schimmelp zijn wij deeltijdkampioen. Hoe komt niet dan? alleen volgens hem, worden. Maar ja, dat is een ja. constatering ja. die juist is. Uh, dat, wij een, uh, dat komt omdat wij zo lang uh, in Nederland het kostwinnerschap hadden. Ja. En ik heb uh, erg hard gevochten om de derde richtlijn ook in Nederland geïmplementeerd te krijgen. Europese richtlijn. Waarbij het kostwinnerschap eruit moest. Want het was ook heel discriminerend zo'n kostwinnen. Want als je als vrouw. Uh, dus je hele leven premie had betaald en er gebeurde iets met je, kreeg je geen uh, uitkering als je, zolang je nog een kostwinner in huis had. Ja. Nou, dat mag dus niet meer. Vanuit Europa is deze. En Nederland was met Cyprus of zo. De rest van Europa was geen probleem. Maar wij hebben dus altijd en heel lang die kostwinners gehad. En dat was ook wel omdat we kwamen uit een tijd waar vrouwen vaak in fabrieken moesten werken en moederen, ja. de arme mensen. Dus ook de socialisten samen met de katholieken Zeker. hebben begin vorige eeuw... het voor elkaar gekregen dat we een gezinsinkomen hadden. Maar ja, ja hoe kom je eraf ja. in een tijd die, die, die heel anders is... en waarbij vrouwen hun rechten eisen? Ja. Ja. Ja, maar er was dus een hele brede coalitie. Wij zitten te kijken hier aan deze kant van de tafel naar een foto van Den Uyl... En Hij heeft nog in een interview in de jaren tachtig met Mario van Soest naar nou Jan Meulenbelt gezegd: Nou, eerlijk gezegd vind ik het heel fijn dat vrouwen thuis kunnen blijven en voor de kinderen zorgen is toch veel fijner voor Ja, dat was voor hem vrouw. heel goed. En dat want was hij had acht kinderen thuis. <laughs> dus, uh, dus kom je niet aan je ja, werk toe? <laughs> ja. uh, 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 <laughs> maar dat, dat komt dus uit die traditie van uh, vrouwen die, die, die slechte opleiding hebben, hebben nare banen en dan kunnen ze maar beter thuis zitten bij hun kinderen. Dat is in ieder geval beter voor de Maar Ik denk dat dat is nog steeds geld. Ik denk als je, dat als je dat een nog baan hebt aan, de tuurlijk, je, aan ja. een, laag uh, hè, een baan met een lager loon, uh, die best wel zwaar ook misschien is, ja. in het geval van mijn moeder vroeger bijvoorbeeld schoonmaken. Als dat geld wat je extra verdient door extra te werken, meteen terugvloeit in extra kosten voor de kinderopvang, ja, dat zit, dan zit ga je liever gewoon zelf voor je tuurlijk. kinderen zorgen... dan dat ja. je wc's gaat schroebben. Maar dat was, dus dit is dus al heel lang de cultuur. Ja. Dus ja. dat is ja. zo... Het is dus christenen, socialisten, iedereen dacht er zo over. Ja. En, en nu zijn alleen nog de, 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 de hele rechtse christenen denken er zo over. Maar voor de rest is het volgens mij behoorlijk uitgestorven... En misschien de hele rechtse uh, 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 moslims ook. Maar, maar Geef ons één uh, uh, korte vraag, uh, Raphaël. En wij ja. hebben er allemaal heel veel antwoorden op. Ik wil nog één ding toevoegen. Wat interessant is, is dat uh, gezinnen met uh, lagere inkomens, daar zijn de huishoudelijke taken uh, eerlijker verdeeld. Omdat het daar vaak noodzaak is voor beide partners om te werken. En ze ook beide het, de noodzaak voelen om aan het huishouden bij te dragen. Terwijl bij gezinnen met hogere inkomens wordt het allemaal ingekocht. De, uh, de, de de huishoudelijke hulp en de tuinhulp, et cetera. Maar goed, dat was nog een kleine toevoeging. Ja. Uh, de volgende vraag, Rafael. Dan nou, vraagt toch ook iemand af: is het wel een politiek probleem? Moeten mensen dit niet gewoon zelf thuis beslissen? Ja. Daar kijk ik naar. Songdul, uh, waar bemoei jij je eigenlijk mee? gaat toch om ik, mijn eigen ja. vrije keuze? Ik, ik keuzes? ben sociaal democraat. Tuurlijk, bemoei je. Emancipatie kost tijd. En ik vind wel dat er enige stimulans moet komen vanuit uh, de overheid. We hebben het net gehad over de helft van de vrouwen... die niet financieel uh, afhankelijk of onafhankelijk zijn. We hebben het over 14 procent... Uh, 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 wat was het nou? Ja, de loonkloof tussen man en vrouw. Dat bedraagt 14 procent. En ik vind dat als je daar uh, landelijk... dus ook vanuit de politiek geen statement over maakt... een mooi ander voorbeeld is uh, als je kijkt naar vrouwen aan de top. Uh, uh, dat is echt heel weinig. Uh, en we hebben nu een streefcijfer voor de komende uh, vijf jaar van 30 procent. Ja, als je aan mij vraagt, is het geen streefcijfer? Dat gaan we gewoon vanaf nu doen. En ik denk dat je, als je dat soort statements niet maakt vanuit de politiek, dan gaat de verandering in mijn beleving ontzettend lang duren. Uh, en laten we teruggaan naar het verleden. Hè? Tendelo het eerste, uh, uh, gelijk, hè? In, wat was het nou, in de jaren 50 dat er een uh, Europese wetgeving kwam over om die loonkloof te verkleinen. Het duurde tot 1975 voordat die wet uh, uiteindelijk werd uh, uh, ja, geaccordeerd. Dat laat zien dat wij het niet kunnen overlaten aan de samenleving. Ik zie overigens wel een beweging. Dat geeft me hoop, want ik ken ook heel veel ambitieuze vrouwen, waarvan de partner nu zegt: ik blijf wel thuis, of ik ga straks voor de kinderen uh, letten. Die voorbeelden kennen we ook. Dus ik zie wel een kentering, maar voor die snelheid vind ik wel dat je als politicus best wel een statement kunt maken, en dat zal ik ook blijven doen. Maar niet best wel. Ik vind het echt. Uh, uh, we hebben een wetgelijke behandeling. Uh, we hebben een wet waarbij de abortus gelegaliseerd werd. Dat zijn allemaal dingen die niet aan de keukentafel met je partner regelt. Daarvoor heb je uh, beslissingen nodig uh, van uh, de politiek. En een overheid die het regelt en betaalt. En wij zijn inderdaad, het is schandalig dat wij nog steeds geen maaltijden op school gewoon. Ik, ik, uh, in al die landen om ons heen, hebben kinderen al jarenlang een warme maaltijd op school. In Nederland is het heel slecht gesteld, zeker in deze tijd. En dan wordt er in de handen geklapt als een boterham met uh, chocoladehagelslag. Moet je kijken in die Scandinavische landen, maar ook in Engeland, ook in Frankrijk. Overal zijn warme maaltijden op school. In Nederland hebben we dat niet en we hebben in Nederland geen kinderopvang. Dat heb je ook in al die andere landen geregeld. Dus wij vinden onszelf wel progressief. Maar. Uh, we lopen op een aantal punten behoorlijk achter. Nou, en uh, het komt wel goed zo, hè? Maar, uh, <laughs> Bovendien worden uh, de schooldagen ook uh, ste steeds een beetje korter. Ja. En uh, de verrijkte schooldag, eigenlijk een beetje wat jij uh, noemt, uh, hey, die dus met warme maaltijden, buitenschoolse activiteiten, is niet alleen heel fijn voor ouders, maar ook heel belangrijk uh, voor kansengelijkheid uh, ja. tussen tussen ja. kinderen onderling. Um, dus ik ben toevallig ook onderwijshoorskundige in Den Haag en daar zie ik wel echt een, een raakvlak. Dus hè, om antwoord te geven op de vraag: alles wat de politiek uh, doet in de systemen rondom onderwijs, kinderopvang, uh, belastingen, dat heeft invloed op uh, de, 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 de balans tussen. Uh, het werken en het privéleven van mensen en dus op, op de emancipatie van vrouwen ja, en op de kansengelijkheid tussen van kinderen. kinderen, ja Dat, en, en het opheffen van we hebben het over loonkloof tussen mannen en vrouwen, maar überhaupt de inkomenskloof tussen vergeleken met twintig jaar geleden wordt in Nederland alleen maar groter, mm -hmm. er worden meer mensen leven er in armoede en ook een grotere groep in Idioten, rijkdom. rijkdom ja. En dat, uh, dat is zo'n verschijnsel, wat in, in 20, 25 jaar heel extreem is geworden. Nou, daar moeten we ook tegen zijn, natuurlijk. Tenminste. Uh, Volgens uh, mij zien we jou zo ja. weer uh, terugkomen, Rafael. Uh, je hoeft maar twee korte vragen te stellen en de discussie <laughs> barst meteen los. Uh, voor de kijkers thuis uh, nogmaals: u kunt uw uh, vragen achterlaten in de comments uh, of u kunt uh, appen met ons nummer en dat is 0613444060. Voordat Rafael binnenkwam, hebben we een beetje een analyse gemaakt. We, cultuur, mannen, bedrijven, financiële prikkels, geschiedenis. Uh, en we hebben al een paar oplossingen, uh, beleidsaanbevelingen ook uh, de revue horen passeren. Uh, als jullie er nou eentje uit zouden mogen lichten. Van nou, hier denk ik echt dat heel erg veel verschil door gerealiseerd zal worden in uh, het reële. Realiseren van meer uh, gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Welke zouden jullie er dan uitlichten en wie wil daar als eerste een antwoord op geven? Ik, ik zou denk ik meteen zeggen gratis kinderopvang. En uh, ik, de, ik deel wel de zorg van Elma. Dat, hè, van we hebben gewoon een cultuur in Nederland van nou, je kon niet je kinderen fulltime uh, naar de kinderopvang brengen, en zielig, zielig, zielig. Maar toch denk ik dat het voor een hele grote groep mensen die uh, in uh, minder goed betaalde banen uh, werken echt een groot verschil kan maken als die kinderopvang gewoon helemaal gratis wordt en ook flexibeler uh, als je bijvoorbeeld een keer nachtdienst hebt of avonddienst omdat je in een ziekenhuis werkt of ergens anders. Ik denk dat dat al heel veel verschil uh, ja. kan maken. Ja, en ik denk dat het ook een belangrijke bijdrage levert aan kansengelijkheid. Aan Wel, kinderen zeker. die al ja. uh, op achterstand staan op ja. het moment dat ze met vier jaar naar de basisschool Precies. gaan. Ja, omdat ze al die tijd thuis zijn gebleven. Ja. Ja. Dus, uh, en misschien als het gratis is, dat ook het aanzien, de kwaliteit ervan verandert. Ja, zou dus, ook kunnen dat het dan de, ja, he, de verkeerde dus, kansen dus gaat ook, ja. Als het gratis ja, is, nee, dan ja, dan het, dan het, het onderzoek dat Elma vertelt. Ik, ik wil jullie feestje niet bederven. Maar het <laughs> onderzoek dat daarna gedaan is, ja. uh, uh, voedt dit optimisme niet. Dat, mm. uh, toen het de plannen uitlekte vorig jaar, toen heeft uh, uh, een van de opiniepanel meteen een, een peiling laten doen. En toen bleek dat een op de tien ouders zou dan oké, okay, als het nu helemaal gratis was en heel goed en flexibel... dan ga ik meer werken. Je, dat, dat is niet heel moedgevend, hoopgevend. Nee, ik weet ook niet hoe... Maar hoe, ja. je, je weet natuurlijk nooit als het in de praktijk echter is... of dan toch niet mensen denken... nou ja, dat, als het toch gratis is, dan doe ik het toch. Maar je, je weet natuurlijk niet hoe mensen ja. hun voornemen klinkt niet uh, dat je denkt. Oh nee, ja, maar je ze zegt ontlossing. ook niet dat het het enige is. We en mogen maar één. Je mag er eentje noemen en dan komen wij. Je mag eentje uitleggen. Ja, ik dintetje. wil ook even hierop reageren, want ja, de, oh, ik, ik denk dat het een, een instrument kan zijn of een bijdrage kan leveren aan het probleem. Maar ja, het is wel een gegeven dat op dit moment dit kabinet heeft besloten om de, de gratis kinderopvang uh, pas in 2027 te mm. laten ingaan vanuit financiële redenen, maar ook vanwege het feit dat er gewoon te weinig mensen zijn die dat werk dan doen. En dan is het weer het kip-en-ei verhaal, jongens. Wat gaan we doen? En dan pak ik maar gelijk het woord. Ja, ik vind ja. zelf het, 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 het lonen van werk. Uh, kijk, we hebben een hele discussie over voltijdbonussen gehad. Maar het feit dat je alleen maar een aantal uren extra werkt, kan al uh, wat problemen oplossen. Maar dat moet dan wel lonen. Ja. En ik ben zelf heel groot voorstander van uh, uh, meer vrouwen uh, in uh, uh, hogere posities, meer verantwoordelijkheden. Um, ik heb zelf uh, uh, rondgelopen uh, uh, hey, destijds, net als jij, uh, aan de universiteit lesgeven. Ontzettend veel meiden die dan begonnen. Maar als je dan keek, uh, bijvoorbeeld bij advocatenkantoren, die dan partners werden, dat waren vaak mannen en niet de vrouwen. En de vrouwen die dat dan wel uh, waren, ja, die hadden een bepaalde attitude. Uh, uh, dus ik, ik zie heel veel um, ongelijkheid ook in de samenleving. Zeker als het gaat om man- en vrouwverhoudingen. Uh, en daar ligt in mijn beleving ook een kern van een probleem, wat we met elkaar moeten accepteren, zien, ja. maar ook daar een oplossing voor moeten bedenken. Ja. En die loonkloof zit nog dieper in dat vrouwen relatief oververtegenwoordigd zijn in beroepen die uh, lager in aanzien staan: de dus zorg onderwijs. En die daar minder betaald krijgen. Ja, dus en, en het is ook zo als de minderheid sollicitante vrouw is, dan worden de vrouwen lager gewaardeerd. Is de meerderheid sollicitante vrouw, dan wordt de baan lager gewaardeerd. Ja. En je ziet dat het aanzien van de docent is veranderd over de loop van de tijd. Dus die loonkloof zit dan niet alleen in dezelfde baan uh, en daar uh, salarisverschillen in, maar ook nog. Nog eens een keer in de sectoren waar vrouwen relatief oververtegenwoordigd zijn. Wat het nog eens een keer ja, een extra financiële prikkel of belemmering uh, is om ver, uh, uh, meer te werken. Hedy, als jij er eentje mag uh, uitpikken, beleidsaanbeveling. Uh, uh, hiermee uh, uh, kunnen we stappen zetten? Nou, kijk. Um... Eigenlijk zijn we al een eind, de kinderopvang. Ja, ja. Het, uh, het belonen ja. van werk wat je nodig hebt, ook in die kinderopvang... daar wordt ook hele lage lonen Betaald. Hè, voor zoiets ja. belangrijks. Uh, dus laten we daar eens wat aan doen. Als we zo hard vrouwen nodig hebben in de zorg en in het onderwijs... kijk dan eens naar ons belastingssysteem... en uh, doe dan, ga dan niet het werken wat ze extra doen... Onbetaald, want ze doen al genoeg onbetaald werken. Niet alleen in hun eigen gezin, maar ook bij hun kwakkelende ouders. Ik bedoel, vrouwen hebben het echt al genoeg op hun schouders. En mannen zouden natuurlijk, zou ik het ook heel uh, belangrijk vinden. dat als vrouwen wat meer gaan werken, dat de flexibiliteit, want mannen willen. Als persoon vaak heel graag. Maar dan zit er ook een starheid bij werkgevers ja. die dat gek vinden. Dat we net zoals in het VK, is een aantal bedrijven om te beginnen. De overheid bereid zouden vinden om heel geleidelijk aan bij het toenemen, die paar uur die je extra vraagt van vrouwen, bij die mannen in mindering gaat brengen. He, en dan is het toeziet dat dat, dat dat financieel ook aantrekkelijk is. Als je iets gedaan wil hebben, moet het financieel. Aantrekkelijk zijn ook. Maar ook blijkt uit het onderzoek wat ik in jouw krant las vanochtend, <laughs> dat het leven er leuker door wordt. We mm. kijken, daar gaat het uiteindelijk om. Mm. Dat je je gelukkiger voelt, gezonder. Ja. Dat je meer tijd hebt voor dingen die de moeite waard zijn. He, dat je kunt wonen op een plek die betaalbaar is. Dat zijn allemaal dingen. Die, in, in, die, waardoor we een kader kunnen scheppen, hè, als we socialisten willen zijn, wat ik wil zijn, waarin uh, ik toch een toekomstperspectief heb, moet kunnen, en je lost een aantal maatschappelijke problemen op, en je maakt het vrolijker en gezelliger, hè, en uh, dan maak je... De museumdag gratis, en je doet veel aan kindertoneel. Er is. Nou, ik zeg niet dat ik een hemel op aarde creëer. Nou, ja. zo klinkt het. Ja, maar ik bedoel, als je het niet verleidelijk maakt toch, om ja. een toekomst die ja. er aardiger uitziet, waarom zou je dat dan? Hè? Dat, dat is politiek. Ja. Dat je denkt, kijk dat, dat even was door mijn politiek. ogen. Was het dat? Was het dat? Ja, maar het moet eigenlijk toch wel. Ja, dat ik je. Je moet toch iets hebben. Ja. En dat was het. Mis ik zo erg? Ik bedoel, het feminisme bedoelde. Natuurlijk ook. Niet alleen om vrouwen uit hun achterstand. Hmm. Maar om de samenleving leuker en interessanter te maken. En tijd te hebben. En, en toen was ineens participatiesamenleving in de mode, dat woord. Nou ja, dat hadden wij eigenlijk al bedacht. <laughs> en dat heeft ook in het verkiezingsprogramma. Nee, het beginselprogramma Commissie van de Partij van de Arbeid gestaan. We hebben dat overgenomen. De vijf uurige werkdag. En ah. dan ook nog. Uh, allerlei activiteiten ten behoeve van de community, zal ik ja. maar zeggen. Ja. Nou, dat moeten we toch eens uit de la halen. Ja, Kijk heel goed. Heel ik zie een agenda-initiatief uh, ja. in de Verenigde Kamer. We gaan even babbelen. Uh, we oh. hebben gratis uh, kinderopvang en flexibele kinderopvang. We hebben beloning. Uh, we hebben als maatregel uh, het werkzaamheden eerlijker verdelen... en ook bedenken wat vinden we nou eigenlijk van waarde... en hoe waarderen we dat. Uh, Elma, aan jou uh, de ingewikkelde taak om daar nog een beleidsaandacht... Aan beveling ja, aan toe te voegen. Dat is extra ingewikkeld. Ik zit hier met drie politieke, vier politieke. Ah. Zie, aan tafel. Ja. En, uh, en ik ben geen politicus. En ja, ja, ja. politici die moeten inderdaad vergezichten schetsen. En dat mis ik heel erg in de huidige mm. politiek. Dat, mm. dat er een perspectief is. En waar je, waar je denkt, nou, ik stem op deze partij. Want die spiegelt ons dit voor. Dat mis ik enorm in de huidige politiek. Maar zelf ben ik natuurlijk een schreeuwer... aan de zijlijn. Hè. Dus ik, ik, uh, <laughs> ik, ik vind van alles. Maar, maar dat is ook belangrijk. Geen, ik, ik bedenk <laughs> geen uh, maatregelen. En, en ik vind, als ik dan toch iets moet zeggen, ik vind in alles wat zitten. En tegelijkertijd blijf ik wat echt, en die plannen voor de kinderopvang en voor die, die mannen en die bedrijven. En die zoveel uurige werkdag, daar zal allemaal wat in zitten. Eh, maar, maar ik blijf dan wel ook denken: het zit ook echt bij die vrouwen en daar zou ook iets moeten gebeuren. cultuurontzag. Echt een cultuuromslag. En we komen misschien zo nog op, en we moeten zo het hebben over hoe het dan. Maar over als ik je hebben, een beetje hoop mag geven, ja, ja, dan ja, we denk wel, ja, ja, ik wel dat ik wil niet zijn. Ja, even, uh, Elma mag nog eventjes. Want een haar van de afmaken. dingen die mij al heel erg lang dwars zit en uh, zitten, En vooral sinds ik zelf uh, 33 jaar geleden bijna moeder werd, is dat er voortdurend gesproken wordt over de dubbele belasting. Hmm. Terwijl... Ik heb niet anders ervaren, en ik weet zeker dat ik niet de enige ben, maar die vrouwen doen nooit hun mond open. dat het moederschap een dubbele vreugde is. Mm -hmm. ik bedoel, je hebt het beste van twee werelden. Je, hebt, je zit lekker bij de zandbak en je gaat lekker aan het werk. Je hebt die beide werelden. En zeg maar, de, de vreugde die dat schept in je eigen leven, die, die, nou, daar hoor ik bijna nooit iets over. Terwijl ik mm. denk dat mogen we. Ook moeders, werkende moeders, mogen dat veel meer uitstralen. Dus niet ja. dat van, jongens, het is allemaal zo zwaar. We hebben twee, Nee, even kijken. 1,57 kind tegenwoordig. Ja. Jongens, dat is Yoepie. misschien vier jaar heel erg druk. En dan loop ja. je op je tandvlees. Maar daarna is het alleen maar hartstikke leuk. Ja. Ik bedoel, sorry, dat is echt zo. Ja. Maar het best haar, bewaarde geheim. Ik vragen, dat ik zo vaak het argument hoor. Um, waarom vr kunnen vrouwen niet kiezen wat ze doen? Ja, dat maar niet. dat vind ik. Ik je bedoel, dan zeg ik. Waarom, maar waarom kunnen mannen dan ook. Ja, ik, We ja, ik ben dat man ook dat genot. Nee, maar waarom, wat, wat ja. zou jij dan zeggen als men zegt. Nou, zeg, moeien jullie je er even niet tegen aan. Uh, laat vrouwen lekker kiezen. Nee, je hoeft niet te kiezen tussen het een of nou het ander. Ja, maar reis, dat zeggen er mensen er al dus doen. als argument ja. dat ja. wij. Mensen in een hok willen duwen. Ja, mensen, laten we nee. niet vergeten: er zijn gewoon vrouwen, en ik heb ze ook in mijn omgeving, hoog opgeleid, die letterlijk zeggen: Ik vind dat fijn. Ik ja, wil gewoon thuis Maar, de vraag is de waarom je het maar fijn nu is het dus ja. dat ik vraag: waarom mogen die vrouwen dan zeggen: Ik vind het fijn? Ja. Dus ik kies daarvoor. En waarom mogen die mannen dat niet? Precies, uh, die, die wensen we dat ook toe. Nee, we wensen nee. ook onszelf toe dat er weer een man binnenkomt lopen. Ik hoop dat hij mij hoort: uh, Rafael met uh, kijkersvragen. En dan ga ik ook vast een andere man die ons ondersteunt: uh, Martijn, waarschuwen dat ik zo dadelijk nog even dat Sierenfilmpje zou willen zien. Maar dat is nadat Rafael hier een paar uh, kijkersvragen voor heeft gelegd. Oh ja. <laughs> het is wel fijn dat we je horen. Zou een langer geboorteverlof, ook voor mannen, niet kunnen bijdragen aan een oplossing van het probleem? Langer geboorteverlof. Het is uh, al iets verlengd, maar het is nog best mager. Songül, wat vind je ervan? Ik vind dat niet een structurele oplossing. Mm -hmm. Ik denk dat het fijn is voor, uh, voor de partners dat, dat de man wat, wat langer uh, 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 ja, eigenlijk uh, bij een pasgeboren kind is om, om ook een aantal zorgtaken op zich te nemen. Uh, maar het is voor mij niet een structurele oplossing of een oplossing wat uiteindelijk uh, echt kan bijdragen aan die enorme cultuurverandering waar we denk ik allemaal naar snakken. Dat zou Op mijn antwoord ben ik zijn. Ik het daar niet mee eens. Als een uh, van de aard. Ja. Ook vertel. binnen de partij zijn er soms uh, verschillende dat nee, mag. Ik, ik denk dat het wel een structurele oplossing zou kunnen zijn. En juist vanwege die cultuuromslag, die, uh, uh, waar we het ook net een beetje over hadden. Um, ik denk dat als jij. Vroeger hè, kreeg je uh, één dag vrij om bij de bevalling te zijn. Eén dag hoef je je kind aan te geven. En verder ging je weer fulltime werken. En dan moest je vrouw het verder uitzoeken. Nu. Uh, krijg je als vader langer geboorteverlof? En ik hoop echt dat het nog meer uitgebreid wordt. En ben je samen verantwoordelijk voor, in die eerste periode. voor het opvoeden van je, uh, van je kindje? En uh, ga je ook samen een band vormen met je kindje? En als gezin? Waardoor het veel minder alleen maar een, een vrouwending wordt. van oh, de vrouw is met het baby thuis en de man is aan het werk. En bovendien denk ik dat het ook uh, ervoor zorgt dat vrouwen en mannen een minder lange. Uh, sorry, een minder grote uh, ongelijke positie hebben op de arbeidsmarkt. Want nu wordt er heel vaak door werkgevers gedacht: van, bij een vrouw van, me, van, hè, van mijn leeftijd, van oh, nou, misschien uh, wil ze wel kinderen of wordt ze wel zwanger, dan ben ik er heel lang kwijt. Um, en bij een, een man van mijn leeftijd wordt dat niet gedacht. Ik ben pas overtuigd op het moment dat ik zie dat een, een dergelijke uh, verlof hè, of langer bij uh, pasgeboren kind zijn, uiteindelijk ook leidt tot de keuze van een man, namelijk ik ga minder werken of we gaan de taken verdelen. Dan ben ik, ik overtuigd. Ik zie tot nu toe, hè, maar het is nog niet zo lang, maar tot nu toe zie, zie ik dat wel. Uh, in mijn omgeving, hè, de mensen die het recent, uh, recentste kindje hebben ge, ge, gekregen. Die, ja, dat, ik heb wel het gevoel dat dat een beetje helpt. Dus, maar hè, we weten ja. het is nog niet zo lang, dus dat is moeilijk om daar iets over te zeggen. En we zien het ja. natuurlijk ook in de landen rondom ons, hè, met, waar België langer ouderschapsverlof heeft, Waar ook de Scandinavische landen die traditie hebben, en waar, de, waar je daarna wel degelijk ook ziet dat het doorwerkt in de arbeidsparticipatie en de verdeling daarvan. Dat geeft hoop als dat zo al ja, is. Ja, dat ik, dat ja. Dat ja. we, nou, we nou, mogen nou, morgen mee beginnen dat we jou hebben. <laughs> Raphaël, <laughs> heb je nog meer prikkelende <laughs> vragen voor ons? Vraag. Um... Mogen vrouwen er niet gewoon zelf voor kiezen als ze, minder wil, als ze weinig willen werken en meer de zorgtaken op zich willen nemen? Daar hadden we het al over. Ja, ja. Ja, ja. Diepe die zeg bij Elma, die, die ja, nog één keer die haar punt gaat maken. Nog een keer ja, dat is, is dus de, de heilige keuzevrijheid. Ja, voor vrouwen, hè? Voor vrouwen. He? Voor vrouwen. Ja. Ja. vrouwen zeggen dat oh, we hebben toch keuzevrijheid? En dat denk ik, uh, ja, dat is, het staat heel hoog in het vrouwenwoordenboek, maar ik vind het een klein beetje onzin. Kijk, wettelijk gezien, of hoe zeg je dat voor meer? Gezien hebben mannen ook keuzevrijheid. Alleen in de praktijk is het natuurlijk zo dat geen man zegt: Nou, ik heb wel een hele dure studie gedaan, maar weet je wat, ik ga gewoon fijn. Yoga en een beetje hardlopen. En dan oh ik misschien wel een kind en dan ga ik daarvoor zorgen. En, en dan ga ik af en toe eens even werken. Er is geen man die dat in zijn hoofd haalt. Terwijl voor vrouwen, jij vertelde dat net nog, ho hoogopgeleide vriendinnen, die vinden dat heel normaal, dat je een hele dure studie hebt gedaan en toch gewoon een lekker gezellig baantje doet van twee dagen per week. Eigenlijk vind ik dat ze die studie terug moeten betalen. Ik weet dat Sharon Dijks me dat ooit heeft voorgesteld, maar die kreeg dat er. Van geen kant door, want dat is natuurlijk een heel impopulaire maatregel. Maar, um, dus die keuzevrijheid, die geldt alleen voor vrouwen. En ik vind eigenlijk dat we met z'n allen zouden moeten afspreken. Hou daar eens mee op. We zijn gewoon allemaal volwassen mensen. We moeten allemaal zelf in ons onderhoud voorzien. Dat is heel vervelend, maar het grote mensenleven is natuurlijk niet alleen maar leuk. Dat is zo. En dat hoort erbij. Bij... Mm -hmm. bij Rechten horen ook plichten. Het ja, is niet heel populair tegenwoordig, maar dat is wel zo. Als je volwassen bent, moet je gewoon voor je eigen boodschap zorgen. Amen. Ah, ik, <laughs> en, denk wel, ik, ik denk wel dat... dat je Jij hebt wel een punt. Ik ben het er misschien niet helemaal mee eens. Maar ik denk natuurlijk, hè, iedereen mag zelf weten hoeveel uur uh, die wel of niet werkt. En dat geldt ook voor mannen. En dat geldt ook voor vrouwen. Alleen, volgens mij wat we graag zouden willen met z'n is dat het wat eerlijker verdeeld is... en dat iedereen die keuzevrijheid ook echt voelt. Uh, dus dat ook mannen, uh, de, hè, dat maakt een beetje op uit jouw verhaal... Hey, die ze kunnen zeggen tegen hun werkgever van... hé, hey, ik ga gewoon een dag minder werken... En dat vrouwen zich niet verplicht voelen door die moedercultuur om te zeggen: Nou, ik word moeder, dus ik mag nog maar twee ja, maar dagen. Maar ik vind wel werken. de ondergrens dat je in je eigen onderhoud kunt voorzien. Dus dat je economisch zelfstandig bent. Ik ik en hoeveel dagen je dat voor elkaar krijgt, ja. is ja. helemaal aan jou. Nee, ja. Maar je zorgt dat je gewoon economisch zelfstandig bent. Nou, daar ben ik bent. natuurlijk niet helemaal mee eens. Want dan krijg je wel een grootje. Dan wordt keuzevrijheid voor de mensen die aan de top. Zitten uh, qua inkomen wel veel makkelijker dan voor anderen. Nee, kijk, ja, daarvoor dat heb je natuurlijk een overheid heerlijk. nodig die zegt, nou, luister eens, we gaan met z'n allen hè, bij de collectieve arbeidsovereenkomsten zetten we erin dat zowel mannen als vrouwen zoveel uur per week werken. En dat streven we na of dat moeten, moet er gewoon in komen te staan. Maar ik, ja. ik vind niet dat je kunt zeggen, nou, degene die betalen kunnen kiezen. En de anderen die sapelen maar voort. Dat vind ik geen ja, prettige is, gedachte. Dat, wat vindt deze enige man aan tafel eigenlijk hiervan? Oh, arme ja, Rafael. Ik, uh, ik, ik hou me even neutraal. Ja, we ja. gaan ja. ja. de uitzending over hebben. Ja. Volgens mij is de conclusie kinderen en carrière combineren is super leuk. Uh, en we wensen het mannen en vrouwen toe, uh, ongeacht hun inkomen, om daar uh, gebruik van te maken of om daarvan te genieten. Rafael, hartelijk dank voor uh, de vragen. Die je aan ons hebt voorgelegd. En dan hoop ik dat Martijn mij heeft gehoord en het verzoek om een oude film te laten zien. En ik zie het beeld veranderen, dus daar komt hij volgens mij. <laughs> ook een beetje de boodschap die wij hier hadden, uh, combineren uh, zorg en uh, werk en zorg dat dat een beetje eerlijk verdeeld is tussen mannen en vrouwen. Uh, dit is een hele oude campagne. We hebben gezien wat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid probeert met, het camp met de campagne om vrouwen op te roepen meer te gaan werken. Mijn slotvraag aan uh, jullie allemaal: uh, als jullie zelf nou een filmpje zouden mogen maken met een oproep, met een pleidooi, wat zou dan de hoofdboodschap uit jullie filmpjes zijn. En dan begin ik, begin ik bij uh, Songül Mütler. Ik heb de rest iets meer tijd. Ja, gelukkig is. wel. <laughs> nou, het eerste wat, wat bij mij opkwam was... Ja, Girls Run The World, ik weet niet waarom. Um, want ik, ik zie heel erg dat er stereotype beelden zijn. Hè? Uh, verhouding man en vrouw. En uh, dat vind ik ernstig. Want ik pleit heel erg voor de gelijkwaardigheid. Gelijkheid tussen man en vrouw. Dat is echt mijn motto in dit leven. Daar, dat, daar zal ik ook constant uh, in, in, blijf voor blijven vechten. En daarom vind ik en geloof ik dat vrouwen en, een werk, en, en kunnen werken en een carrière kunnen maken. En een fantastische moeder kunnen zijn. Um, Vandaar dat, dat, dat ene zin uit het Liedje Girls from the World. Ja, dat, 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 ja, dat riep eigenlijk dat filmpje bij mij op. Dank je wel, uh, Songul. Hedy, als jij een film mag maken om uh, op te roepen. Uh, de strijd die je al heel lang voert nog een extra impuls te geven. wat zou dan de hoofdboodschap uit jouw filmpje zijn? Nou, um, laten we zeggen eerlijk delen. En dat uh, geldt niet alleen maar mannen, vrouwen, maar ja. allemaal. Ja. En dan eerlijk delen um, is uitdagend en maakt het leven mooier. En dat laten zien. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ik zou hem graag willen zien, denk <laughs> ik. Elma. Ja, dat is eigenlijk wat ik zo net zei. De, de, over de dubbele belasting, die een ja. dubbele vreugde moet zijn. En dan ja. zo'n briljant filmpje kunnen maken daar ja. met die boodschap, daar ja. zou ik wat voor geven. Ja, leuk. Dat we de boodschap uitstralen met z'n allen. Het is echt hartstikke leuk om ja. bij te doen. Ja. Niks dubbele belasting. Ja, Mikal. Ja, het zou. Misschien bijna wel zijn uh, vrouwen hou je mannen thuis. <laughs> maar, <laughs> maar dat is zo negatief. <laughs> maar nou ja, iets wa waardoor uh, mannen zich ook geïnspireerd voelen om ja. uh, minder te werken als er een, uh, als er een baby komt. Ja. En dat we afkomen van die moedercultuur. Ja. Daar zou ik trouwens dat, dat ook. Dat het niet erg is om je kind naar de kinderopvang te brengen. Dat daar ja. helemaal niks mis mee is. Nee. Maar goed, ik ben helaas geen. Uh, ja, geen uh, ja, regisseur. Dus ik weet niet zo goed hoe ik dit in een inspirerend filmpje zou gieten. Maar iets in die, in die trant. Volgens ja. mij uh, komt dat goed. Ja. En we, hebben, we hebben in ieder geval een uh, inspirerend gesprek gevoerd uh, met z'n vieren. Hartelijk dank daarvoor. Songwil Muttler, uh, Tweede Kamerlid namens de PvdA. Hedy Dankona, voormalig PvdA-politica-feministe tot in de kist. Uh, en al heel erg lang uh, strijdend voor uh, het onderwerp waar we vanavond over spreken. Elma Draaier, mij. Uh, uh, Columnisten en uh, Mikael Chegai, uh, niet Tweede Kamerlid uh, Raadslid in ja. Den Haag namens de Partij van de Arbeid. Ik wil jullie hartelijk danken. Uh, dit was de laatste uitzending van deze reeks van PvdA Praat. Uh, om de vorige edities te bekijken of te beluisteren als podcast, ga dan naar onze website PvdA.nl. Dank voor het kijken en een fijne avond.